In deze aflevering praat ik met Urbanus, komiek. Er zijn zeker 30 mannen tegen dat tentje komen pissen. Die wisten dat niet, hè? Die stonden daar te pissen. Hij zegt, grote meneer, die Urbanus, respect, hè, zeg, respect, hè, wat die allemaal kan. Maar ondertussen, hij stond daar te pissen, neem dat echt waar. Urbanus is al ruim 50 jaar actief als komiek in Nederland en Vlaanderen. Hij speelde tal van shows, hij maakte de films Hector en Coco Flanel. En Urbanus was voor mij, samen met André van Duin, de eerste kennismaking met cabaret. En ik denk dat dat voor een hele generatie comedians en cabaretiers geldt. Fun fact, op de achtergrond hoor je af en toe honden blaffen. Dat zijn de hond van Urbanus en Duvel, de hond van Amelie Albrecht. Amelie koppelde mij aan Urbanus, waarvoor grote dank. En ze was zelf ook al eens te gast. Luister die aflevering even terug als je dat nog niet hebt gedaan. En ga haar ook een keertje zien als je de kans krijgt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Urbanus. Als ik over het Oude Testament begin, onderbreek me dan maar. Ik ben vertrokken voor 3 uur. Is misschien ook een leuke podcast, maar niet waarvoor, waarvoor we gekomen zijn. Nou ja, tof. Laten we gewoon aan beginnen. Want ik vind het sowieso heel tof, omdat je natuurlijk al heel lang speelt. Al ruim 50 jaar. Ja, van in 1972 ben ik solo begonnen. Ja, ja. Dat hebben we 2022, ja. Maar vooral, en ik heb wel eerder Vlaamse comedians gesproken natuurlijk, maar meer de stand-uppers die allemaal zo rond 2000 zijn begonnen en wat er toen was. Maar van de periode daarvoor met alle optredens in jeugdhuizen en bij giro's en... Want op wat voor plekken ben jij... Je bent begonnen met een band? Dat heeft, nee. Oh ja. Anus. Ja. Dat heeft volgens mij niet heel lang geduurd voordat je solo ging. 6 maanden. maar dat was omdat ik alleen niet durfde op het podium stappen. Ik was zo wat mensenschuw. En ik wou eigenlijk al van als kind... mijn hoofd zat vol met verhaaltjes en dingetjes. Telkens die ik eens zag, kijk ik langs de andere kant, kon ik daar een grapje van maken. Maar ik wou dat verwerken in strips. Ik zat zoveel ideetjes, daarom heb ik ook 3 jaar tekenschool gevolgd, avondschool. Want ik ging van mijn 15e al gaan werken in een bakkerij. Van 3 uur 's nachts tot 4 uur in de namiddag, 6 dagen in de week. Ik heb dus 3 jaar kinderarbeid gedaan. Maar ik ging ook naar de avondschool om te leren tekenen. Maar nergens kon ik werk vinden, want de meest bekende tekenaars hier, Willy van der Steen, Hergé, al die bekenden, die hadden al zoveel strips. Ja, dat is Suske en Wiske en Kuifje. Ja, die wilden alleen maar slaafjes die hun figuurtjes inkleurden of zo. Maar mensen met andere ideeën, dat interesseerde en niet. Dus ik zat een beetje vast. En toen was gelukkig de kleinkunst uitgebroken. In Nederland is dat cabaret of zo. Ja. En ik zag hier ineens... op een podium optreden, dat was Elvis al die bekende bij ons, Wiltura en zo. Maar om op te treden, je moest daarvoor een mooi kostuum hebben, een orkest en zanglessen volgen. Ik zeg, Jezus, dat durfde ik niet. Of dat interesseerde mij niet. En ineens ontstond dus de kleinkunst en cabaret. En mijn idool Jan de Wilde, die leeft nog altijd, die is nog altijd wel bezig. Die stond daar met een trui en een blue jeans gewoon gitaar te spelen in een jeugdclub. En ineens was die drempel voor mij 1000 kilometer lager. Maar ik ken hem niet. Speelde hij gewoon muziek of was dat ook al echt gewoon liedjes en humor? Hij is een muzikant met heel mooie teksten, maar ook... Al die andere, ik heb daar nu op mijn nieuwe plaat een nummer van gemaakt. Hè? Alleen maar over jou. Al die charmezangers en slagerzangers. Oh, ja, ja, ja. Die zingen altijd maar dezelfde liedjes. Maar die liedjes gaan ook altijd over hetzelfde, over jou. En ik heb daar nu een nummer van gemaakt om daar wat mee te lachen. Maar ik heb veel vrienden, ik vertel dat altijd, hè, dat ik met zoiets bezig ben. Zeg, als slagerzangers of charmezangers zeggen dat ze een nieuwe show hebben, dan hebben die gewoon andere schmink op. Maar Jan de Wilde, die trad op en die zong over een zieke hond of over een kapotte fiets of een slechte kasseibaan. En ineens ontplofte dat in mijn hoofd. Wauw, dat wil ik ook doen.
En toen, ja, heb ik mijn groepje Anus opgericht. Want wat wij daar op school moesten leren tekenen, een van de vakken was natuurlijk tekenen voor logo's te maken of aandacht te trekken. Mm-hmm. En ik had toen iets bedacht. Mijn groepje moet een naam hebben. Ik ga dan een naam aangeven. Als je bijvoorbeeld 20 namen van groepjes aan de mensen geeft en je vraagt 3 weken later welke herinner je nog, dan moest die van ons erbij zitten en dat heb ik Anus genomen. En mijn groepje eten Anus, ja, zo ben ik in gang geraakt, maar er zijn nu nog altijd liedjes bekend, gelijk De Wereld is om zeep en zo, die heb ik toen gemaakt. En William, het is eigenlijk dankzij Nederland dat ik die Anus heb laten vallen. Hè. Het is dokter Anus P. heeft mij daarmee geholpen. Nu vertel ik daar een goede grap over. Ik begon in Nederland. En het was Jan Smeets dus van Pinkpop. Ja. Die had mij hier bezig gezien en die wou me dan in Nederland lanceren. Ik denk dat een van mijn eerste optredens, ja, eerst in een jeugdclubje, maar dan heel snel in Amsterdam, in dat klein theater. Allee, zo klein is dat niet. Hoe heet dat daar weer? Ja, een kleine komedie. De Bellevue. Kleine komedie, ja. Ja, ja. En ik mocht dan snel terugkomen. Maar zie, dokter Andy Spee was bij mij geweest en hij zei, ja, Urbanus, bij ons is het allemaal zo cabaret, cabaret, maar dat moet altijd gaan over de Tweede Kamer en engagement en toestanden. En eindelijk nog eens iemand die komt grapjes vertellen over een postbode, over een zatte politieman. Maar die van Anus ga je toch moeten weglaten, want je gaat alleen maar hooligans en een idiote carnaval zonder de zaal trekken. En ik heb dat dan weggelaten en ja, ineens zat ik in alle theaters, waar ook Freek de Jonge en Kees van Kooten en zo. Ja, ja. Dus dat heeft geholpen. Als ik daarna terug naar België kwam, had ik die van Anus ook weggelaten, maar werd dat daar met stift overal bijgeschreven op de affiches. En nu in mijn show van nu zit er een leuk grapje, je hebt het waarschijnlijk gehoord. Ik zeg, ja, met die van Anus aan mijn naam zou ik alleen maar hooligans en domme carnavalidioten naar de zaal trekken. Zeg, nu heb ik die van alles weggelaten en nu zitten jullie hier toch. Ja, want de mensen komen speciaal naar mij omdat ze weten dat ze beledigd gaan worden. Amelie Albrecht, die hier nu ook is, die doet ook zoiets. Ik doe, ja, de meeste stand-up comedians die doen altijd interactie met het publiek. Maar ik doe dat niet, want het interesseert me geen klote wat aan jullie denken. Ja, ja. Het leukst. Maar zo is dat begonnen, ja. Maar hoe, want sowieso, we slaan nog gelijk de jeugdhuis over naar theaters. Maar zeker als je kijkt naar het cabaret van toen met dus Freek de Jonge en toen Nederlands Hoop. Dat was inderdaad allemaal heel geëngageerd en heel serieus en hoogdravend. Jij brengt heel veel, maar niet dat. Wow, nu zit er meer en meer engagement in de show. Wel, maar ja, ja. Een grappige, maar als er iets verboden wordt, dan hou ik me daaraan. Maar dan maak ik een grap over die wet gemaakt heeft. En dan denken de mensen automatisch. Ja, ja. Maar toch, en ik bedoel, je bent heel succesvol altijd geweest in Nederland en nog. Maar heb je nooit zalen gehad waar dus inderdaad allemaal serieuze cabaret-liefhebbers zaten die rekenden op gewoon keihard maatschappijkritiek? Boah, ja, en dachten, ik ondervraag die het gaat hier over frisse warme wafels. Wat is dit nu? Maar nee, wat er mij soms opviel, dat was dat in veel theaters de abonnementen met alle tickets weg waren. Hè? En ik hoorde vaak van fans, maar allee, dat is al 3 keer en telkens is de zaal vol met abonnementen. En ik heb eens ergens gespeeld, ik weet niet meer waar, hè, maar dat waren allemaal zo bijna bejaarden. En die zaten ze te kijken. Ja, af en toe lachten ze eens met een heel simpele grap. Maar ik zeg, maar kennen jullie mij wel? Niet echt. Ja, maar wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Donderdag, theaterdag. Ik zeg, gastendam. Echt waar. En dan kwamen die kijken gewoon daarom teven wat. Oh, wow. Ik kreeg ze wel los hoor. Eén keer dat ik dat weet, dan moet ik grappen over hen zelf te maken. En ik krijg ze wel los. Dat gebeurt zo soms, dat je voelt dat de zaal vol met fans zit. Oh, die is al ambiance voordat je wat zegt. Ja, ja. Soms moet je er wat aan sleuren, maar dat komt goed. En hoe was dat hier dan in Vlaanderen? Want toen jij begon,
Nou ja, je zei al, het was net losgebarsten, maar er was nog niet heel erg een cabaret-traditie, of wel? Ze noemen mij hier de paus van de stand-up comedy. Dat is waarschijnlijk door mijn liedjes over religie. Ja, ik heb daar grappen over. Hè. Zo, tijdens de corona mochten we niet meer naar de mis in de kerk, maar als we genoeg op tafel klopten, mochten we wel nog naar de mos in de kee. Dat is altijd woehoe. Maar als je daar zo'n grapje van maakt, passeert dat wel. Maar ja, dat ging hier eerst van jeugdclubje naar jeugdclubje en dat werd al groter en groter zalen. Ik denk dat op een half jaar, dat ik bijna in dezelfde zaal meer volk trok dan mijn idolen waar ik naar opkeek. Ja. Want al ja, Jan de Wilde, dat is dan, die heeft mijn eerste plaat geproduced. Dat was dan, ik was daar een enorme fan van. Maar ja, dat was zo meer geëngageerd en meer literair in toestanden wat hij deed. En we deden zo een keer af en toe een tournee samen. Dat we een maand iedereen verplichten van ons samen te pakken. Tijdens de maand maart in dat jaar. Nee, dat is alleen Jan de Wilde en ik samen. En dan spelen we in grote sporthallen en toestanden. Maar ik trok natuurlijk een totaal ander volk aan. Allee, ik trok ook hetzelfde publiek aan zij, maar ook er nog anderen bij. Ja, ja. Dus, die kreeg daar van alles te maken met zijn organisatoren. Ja, die deden dat puur voor zoveel mogelijk inkomen en geld te verdienen. En sommigen vroegen dan aan mij, zeg Urbanus, die een andere die bij is met u, Jan was al 10 jaar bezig, die een andere, moeten wij daarvoor ook de spots aan steken, want dat kost nogal geld. Serieus? Maar Jan stond daar dan bij, hè. Ik kroop bijna in de grond van schaamte. Of dan hoor je een organisator bellen. Oh ja, het begint hier pas om 10 uur. Jan begon altijd om 8 uur. En daarna ik om 10 uur. Dat was zo van 8 tot 12 stonden wij daar. Dus dat was zo beledigend. Allee, dat is een aantal keer voorgevallen, maar dat was niet bij iedereen. Hè. Meestal kregen we evenveel respect. Hè. Maar dat waren de beginjaren. Voor mij was dat zo'n eureka. Als ik in Nederland kon doorbreken, dat ineens was een echte zaal met stoelen en een organisator die aan mijn kant stond. In België was dat allemaal. Ik heb het nodig om mij te concentreren voordat ik begin. En dan hoor je de organisator. Als je langs daar gaat, kan je in de kleedkamer. Die stuurden iedereen maar. Serieus? Ja, hij wou scoren bij zijn publiek. Dus dat was voor mij zeer vermoeiend. En ook al die theaters, dat waren. Ja. Is er nog één organisator die je bijstaat na al die jaren, dat je denkt, oh, als ik die nog eens tegenkom? Ja. Dat was ene die had, dat was ergens in de West-Vlaanderen, een cafébaas. Ik denk dat die 300 of 400 tickets verkocht had en er kon maar 60 man in zijn café. En dat herinner ik me nog. Ja, die moeten dan maar door het raam kijken van buiten. Ik stond gewoon op een cafétafeltje. Dat was eventjes pauze. En daarna kwam ik terug. Die tafel stond vol met glazen bier en zo. Ik kon niet optreden. Ik zeg, weet je wat? Het is toch alleen maar stem en gitaar, hè. Ik deed het raam open. Ik zeg, ga op straat hier tegen de gevel spelen. Het was al avond en met de verlichting van de straat. Ik zeg, mensen, kom buiten. En dan hebben de mensen zich daar allemaal zo gezet. En iedereen was een beetje boos op die. Ze voelden zich uitgebuit. Maar ik had gezorgd dat ik tijdens de pauze betaald werd, hè. En toen heb ik zo op het einde gezegd, ja, zijn jullie tevreden? Wat vinden jullie ervan dat die zoveel... Wow, dat is verschrikkelijk. Weet je wat? Gaan jullie geld terughalen? Al dat volk. Die hebben de helft van dat café afgebroken en ik snap naar huis. Ja, ik durf wel eens wraak nemen voor zo'n plek. Ja, ik hoorde dat klaar, ik hoorde van alles vallen. Maar ja... Maar kijk, in Nederland heb ik zoiets iets meegemaakt. Dat was voor een goed doel tegen de lange afstandsraketten. En het was Freek de Jonge die daarmee begonnen was. En ja, dat begin jaren 80, denk ik. Dat je heel veel protest tegen de plaatsing van kruisraketten. Ja. Freek had mij ook gevraagd. Ja, als Freek dat mee... Hij was niet de organisator, maar hij was wie je allemaal contacteerde. Ja, dan heb je 100% vertrouwen.
En toen bleek, ja, dat was tegen die raketten. Ik weet dat ik toen nog een grapje gemaakt heb, maar een benefiet tegen raketten, wat gaan jullie doen met dat geld daar proppen van maken en tegen die raketten gooien? Hè? Maar daar zat gigantisch veel volk, hè. Dat was bijna ja, een festival. En later is dan uitgelekt dat dat dus een oplichter was, een pornograaf of zo, en dat dat daar niks mee te maken, die was weg met al dat geld. En, ja, Freek wist dat dus ook niet, hè. Dat was verschrikkelijk. Ja, ik heb zo, vroeger zoveel benefieten gedaan waarvan je achteraf hoort dat dat geld... het is gebeurd voor arme kindjes in Afrika en die hebben geen melk. En dan ging er met dat geld melkpoeder gekocht worden voor die arme kindjes. Toen bleek dat ze dat gebruikt hebben als witte lijnen op een voetbalveld. Want die arme voetballertjes hadden geen geld om witte lijnen te trekken. Ja, allee, ja. Sowieso, ik heb ook wel eens het verhaal gehoord over jou, maar volgens mij ook over Jacques Vermeire. Dat jullie allebei heel goed waren in tijdens het optreden tellen hoeveel mensen er in de zaal zaten. Ja, 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 ja. Dat moest je doen. Want als ik ergens speelde... dan hielden ze mij na afloop altijd aan het lijntje. En dan kwam er zo een vrachtwagen van een brouwerij die daar dan 100 stoelen kwam weghalen. En dan werd het ander weer wat opengezet. Maar ja, ik had altijd een vrouw mee die de klak deed. Die hield dat wel in de gaten. Maar, ik heb... waarom telde je die tijdens het spelen al? Tijdens een bakje vol met stro, dat is een heel lang nummer. En dat kwam zo vanzelf dat ik eigenlijk met de andere kant van mijn hersens... maar ja, je moet ze niet... Je telt de breedte... Maar de diepte, dat ja, ja. Achteraf wil vermenigvuldigen. Maar dan zaten er ook nog heel veel mensen op de grond en op de trappen. Hè. En dat we probeerden altijd te camoufleren. En toen heb ik besloten om altijd met tijdens de pauze te laten betalen. Want als het afgelopen is, sta je daar. Hè. Dus, maar en, als ik voelde dat ze mij aan het oplichten waren, ja, dan zei ik dat er geen tweede deel kwam. Hè. Dan ging ik de mensen... Maar dat was het, omdat er meer mensen zaten dan afgesproken? Natuurlijk, die lieten daar veel meer mensen binnen. En slechte stoelen en toestanden. In Nederland stonden mensen altijd zeer snel recht. Je krijgt daar snel staan, ovatie. Ik zeg, amai, zijn dat hier ook allemaal zo slechte stoelen? Allemaal zeer pijn aan jullie kont. Want dat komt van die tijd. Maar ik heb ook geweest dat er zo in de zaal een draadje met een microfoontje uit het plafond hing. Toen bleek dat daarboven ook nog 60 mensen gewoon naar een versterkertje aan het luisteren waren. Die zagen niks. Dat zal wel goedkoper geweest zijn. Wauw. Maar ja, maar allee, dat waren echte beginjaren. Dat was voor iedereen zo'n beetje ja, het begin hè, van die dingen. Alles werd georganiseerd door voetbalploegjes, jeugdbewegingen, biljarters. Mm-hmm. Om geld in het laadje te krijgen. Of dat de mensen konden genieten. Dat ze zelfs plaatsen waar het zo gevaarlijk was voor brandgevaar. Daar was totaal geen controle. Je zat daar zo met een strooiend dak en alles, met riet. En dan was er één deurtje hè, voor al die mensen. En dat moest dan via het café naar buiten. En toen ja, is er toch een wet gekomen dat er toch een beetje een nooduitgang moest zijn. En ik heb nog meegemaakt dat opzij van het podiumetje zag ik zo'n deur, hè, nooduitgang. Ik maakte daar natuurlijk een grap over. En dat was zo een lange zaal, zo, hè, niet echt breed, maar lang. En zei, hier is de nooduitgang. Oh, goed dat ik dat weet. Als dat hier in brand vliegt, ik ben direct weg en ik doe de deur achter mijn gat dicht. Ja, dan zei er, ja, ga er maar eens aan trekken. En ik ging, dat was een fake deur op de muur geweest. Daarmee waren ze tijdelijk in orde. Echt waar. Dat was altijd een plaatselijke brandweerman die zei, doe dat, we maken daar een fotootje van, dan zijn we zullen dat later doen. Maar ja, en ook met de allereerste energiecrisis. Ik speelde ergens en heel het zaaltje rook naar mazoet. Stookolie. Stookolie. Ja. Ik zei, dat zijn jullie wassen hier, een kuis hier met stookolie daarmee. Nee, dat stond daar in het midden van de zaal, een kacheltje met stookolie. Maar blijkbaar kwam die stookolie niet, maar ging het vuurtje, het aansteken ding ging wel. En ik was een kwartier aan het spelen en plots woeft
ontplofte dat. En al die mensen daar rond. En het enige kraantje, dat was achter mij aan het podium. Dus er zijn een hele hoop mensen, zwet, zwart is dat, hè, die allemaal zo gillende oude vrouwtjes het podium op. En ik natuurlijk, er stond er eentje haar mouw in brand. Zei, wacht maar dan, ik kom u redden. Ik had altijd een glasje water, hè. Ik goot dat niet naar haar nek. Ja. In Brussel heb ik eens meegemaakt. Ja. Wat dacht je, dat ik dat vrouwtje ging redden? Maar in Brussel heb ik het meegemaakt. Ja, want waarom zou je... Ja, ja. Maar oké, okay, maar dat optreden gaat dan gewoon door. In de rook. Maar in Brussel heb ik... Heb je daarna nog verder gespeeld? Ja, ja, ja. Ze hebben die mensen dan wel kunnen blussen, maar... Het was gewoon op podium heen en al gedoe. Ik speel dat gewoon verder. Hè. Ah, ja, ik ben geen orkest dat helemaal stilvalt. Ik sta daar alleen. Hè. En, ik pas mij ook altijd... ik maak liedjes. Ik maak altijd eerst een tekst. En dan, shit, nu moet er nog muziek bij ook. Maar ik zorg altijd dat mijn akkoorden mijn teksten volgen. Dus als er iemand met mij moet meespelen, die drummers, die breken in hun arm. Ik hou me niet... Ik ben fan van Bob Dylan, die deed dat ook niet altijd. Dat is niet echt aan de maat. Hoor. Maar in Brussel zat ik eens in een jeugdhuis. En dat ging moeten gesloten worden, wegens verbouwing. Maar snel nog een optredentje van Urbanus. Dat was nog Van Anus, denk ik. Van Urbanus, Van Anus. Een man met een gitaartje, dat kan nog snel. En ja, het zat vol, maar er waren veel meer mensen die binnenkwamen. En ze wisten, op de zolder stonden nog extra stoelen. En dan zijn er 5 mensen van de organisatie, snel die zolder op. En ik was bezig aan het zingen en plots, poek, 2-3 benen kwamen uit het plafond. En hier, poek, vielen die naar beneden met wat stoelen. En ja, dat was één grote stofwolk van pleister en kalk. En ja... De meisje had toch een dikke brok op haar hoofd gekregen, die is dan moeten afgevoerd worden. Maar iedereen zat daar zo, maar het was gelukkig niks op mijn mengpaneel gevallen. Want mijn vorige vrouw was dat, die zat met dat mengpaneel in de zaal. En ik heb hier gewoon verder gedaan. En van een vorig toneelstuk zag ik dat daar in de hoek van het podium een platte Engelse helm van onder de oorlog. Die hadden zo'n platte helm. Ik heb die helm opgezet en de rest van het optreden gedaan. En daarna hebben ze dat zaaltje verbouwd. Ja, maar in die tijd, zo, dat was zo ja, jaren 70, begin jaren 80. En ik denk jaren 70, in jaren 80 zijn hier toch ook stilaan nieuwe zalen bijgekomen. Maar door de liedjes die ik maakte, was dat vaak in parochiezalen dat ik speelde. En door dat bakje vol met stro en toestanden, als de pastoor te weten kwam, zelfs voor dat nummer, is dat die Van Anus? Nee, die mag hier niet binnen. Maar ondertussen waren alle kaarten al verkocht. En dan zei zo'n organisator, ja, Urbanus, sorry, toen de pastoor hoorde dat het met jou was... mochten we hier niet binnen. En het is nu in een grote tent in een aardappelveld. Ik zeg, oké. Maar in dat zaaltje kon 150 man, in die tent 500. Dus die zat op 1, 2, 3 stam vol. Dus die waren altijd, dank u wel, meneer pastoor. Ik heb zo iets leuks meegemaakt in een gigantische tent. En ik zeg, ja, moet wel een kleedkamertje hebben. Maar is het oké dat we... aan de kant van het podium, dat we daar achter de grote tent een klein tentje zetten waar jij je dan kan... Ja, oké, okay, het is goed. En ik was daar beginnen spelen tijdens de pauze. Ik en mijn vrouw in dat tentje. Er zijn zeker 30 mannen tegen dat tentje komen pissen. Die wisten dat niet, hè? Die stonden daar te pissen. Hij zegt, grote meneer, die Urbanus, respect, zeg, respect, hè, wat die allemaal kan. Maar ondertussen, hij stond daar te pissen, neemde echt waar. En daarna, in dat tentje, heb ik dus een plastic bekertje in het gat van mijn gitaar geplakt en daar een biertje in gegoten. En dan kwam ik op voor het tweede deel. Zeg, godverdomme, wie is er daar tegen mijn tentje komen pissen? Hoe zat jij daarin? Maar ja, kijk. En dan goed, ik met mijn gitaar volgepist. Maar dat was euforisch. Ik kon altijd zo meteen een grap maken van iets wat overkwam. Ja, ja, goed. Maar ik voelde mezelf ook nooit zo...
een veredelde artiest. Ik vond dat helemaal niet zo erg. Maar die mensen wisten, die zijn zich allemaal komen excuseren. Wij wisten echt niet, maar hier is nergens iets waar ik kan gaan pissen. Hè. Dus wij dachten, dat is hier maar een tentje met niks in. Maar ja, ik verstop me ook altijd een beetje. Want ja, de laatste jaren met die strips, als de mensen weten dat ze me gaan tegenkomen, die brengen zo 4 zakken mee, in elke zak 70 strips om te laten signeren. Dus ik verstop me altijd graag een beetje. Ja, maar dat zijn zo... Allee, ik heb veel van die verhalen in mijn boek verteld natuurlijk. Ja, er staan ook een paar geweldige. Ja. Maar ook met die tenten zijn... Natuurlijk, als de tent helemaal vol zit, is het makkelijk spelen. Maar dat zijn niet per se makkelijke plekken om te spelen. Ook al zeg je, dat maakt me niet uit of ik doe een helm op. Ja, maar natuurlijk, ja, grote luxe hoefde dat niet. Maar eigenlijk zo, mijn andere collega's, die kwamen ook allemaal in zo'n zalen terecht. Hè, zo echt culturele centra en echte theaters. Dat was er nog niet toen. In Nederland, gans in het begin, Jan Smeets me naar een jeugdhuisje gestuurd. Dat heeft in Nederland een andere naam, hè? Een jeugdhuis. Ja, jongerencentrum. Ja, jongerencentrum, zoiets. Hetzelfde. En ik moest al lachen als ik binnenkwam. Daar zat een affiche van mij aan het deurtje hangen. Urbanus patatcabaret. Omdat ik een Belg was, hè? Patatcabaret. Belgen, die waren patat. Maar dat vond ik al leuk. Maar dan stond ik daar. Ik zei, maar waar is de kleedkamer? En op het podium stond er zo een plastic vierkante hokje zo, met een zeil over. Maar dat was maar zo hoog. Maar daar is je kleedkamer. Maar dat is toch goed genoeg voor een Belg? Oké. Okay, ja. Maar ik was nog maar net binnen met een paar dingen. Shit, ik heb mijn verkeerde gitaar mee. Ik ga snel even mijn goede gitaar. Ik ben gewoon naar huis gereden, allemaal laten stikken. En als Smeets gebeld. Zeg, Jan, er was niet eens een kleedkamer. Dus ik ben gewoon naar huis gereden. Oh, shit, dat is de enigste keer dat ik niet ben gaan dubbelchecken. Maar dat is één keer gebeurd. Ik heb altijd meer respect ondervonden in Nederland van de organisatie. Maar zo... In het begin, de kritiek die ik kreeg, was dat ik een beetje te braaf en te melig was. En toen hebben er recensenten en journalisten gezegd, neem eens een voorbeeld aan dingen. Allee, die zo heel ver kon gaan, lachen met migratie en zo. Hoe heet hij weer? Zijn vriend... Van Gogh, Theo van Gogh is... Hans Steeuwen. Hans Steeuwen, ja, namen en zo. Ik zocht naar iemand half jaren 80. Ja. Hoe nemen ze een voorbeeld aan Hans Steeuwen? Hè? En dan ben ik alsmaar brutaler en brutaler geworden. Maar ja, nu staat dat allemaal op cd's en op platen en zo. Nu, als ze daar nu mee geconfronteerd wordt in deze tijden, leg het maar uit. Ja. Maar ja, de woke... In de show, zeg ik. Sowieso daar nog wel over. Want we stonden net hier achter. Voor als je luistert, kan je het niet zien. Maar je hebt hier achter een kast met allerlei prijzen en dingen die je hebt gehad. Ja. Maar ook een Edison. Ja. Ik heb een Edisonnetje gekregen. Maar je vertelt daar een goed verhaal ook bij. Want Edison is een grote prijs in Nederland elk jaar voor muziek en dingen. Dit is de Edison populair in 1986. Grote prijs, maar toch maar een knoeier van een beeldhouwer. Nee, maar ja, ik was daar wel trots op. En het was... onze Belgische minister van Cultuur is met die tijdens een optreden in Nederland komen afgeven, terwijl er hier en daar toch zo gedoe rond mij was. Maar omdat het zo'n impact had op de jeugd en ook in Nederland, ja, zeiden ze, we kunnen dat niet negeren. Hè? We moeten die man toch in de bloemetjes zetten. Ja, daar was ik wel trots op. Edison populair. Er zullen andere zijn ook zeker nog. 1988, ja. Want weet je nog, waren er in die tijd ook recensies waarin ze negatief waren omdat ze het te braaf of te flauw vonden? Ja, ik had dus recensies dat ze het wat te melig vonden. Wat ik denk, maar melig, waarom is dat zo? Als je een taartje eet, dat het te plat is. Maar dat is flauw eigenlijk. Hè. En dan ben ik als wat meer brutaler beginnen worden.
Is dat iets, had je daar zelf last van of vond je dat vervelend? Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, als dat een recensie is, maar je ziet ook hoeveel zalen er helemaal stampvol zitten, dat je denkt, het zal wel zijn. Tuurlijk. Mensen vinden dit heel leuk. Ja, ik heb altijd gezegd, ik heb daar ook al grappen over gemaakt, over recensenten. Niet iedereen hoeft mij leuk te vinden. Want als je braaf en als je voor iedereen wilt scoren, ja, dan ben je het grootste watje ter wereld. En wat je wil hebt, als je in een zaal zit, dan heb je een selectie van mensen uit die stad die daar zitten. Al diegenen die je niet leuk vindt, die zijn daar niet. Dus je hoeft daar geen rekening mee te houden. Als artiest, als je genoeg fans hebt, dat je daar mooi kan van leven, dan is het toch oké. Dus ik ga me niet aanpassen. Ik heb ooit eens een recensent uitgelachen. Ik was zo'n periode, overal waar ik speelde, stel dat daar 400 of 500 mensen binnen konden toen. En dan kreeg ik me altijd door, goh, Urbanus, ik heb zeker 300 mensen moeten weigeren die er niet meer in konden. Je zal nog eens moeten terugkomen. Dat was iets dat ik altijd hoorde, dat er nog veel meer mensen hadden ingekund. En dan heb ik tegen die recensent gezegd, ja, overal waar ik speel is het meteen uitverkocht. En hebben ze 300 mensen, konden ze geen ticket meer verkopen omdat het vol zat. Maar door jouw schuld zijn het nu 270 die er niet meer in kunnen, omdat het vol zat. Fuck you. Ja, maar dat is natuurlijk, ja. Het was fantastisch als je als artiest, ja, oei, vandaag zit het niet helemaal vol, oei, morgen, ja, dan moet je braver zijn als iedereen je begint scheef te bekijken. Maar ik heb altijd de luxe gehad dat mij dat weinig kon schelen. Zo nu in de grote krant hier ieder jaar, het laatste nieuws, is het altijd jaar zo de Belg van het jaar. Vroeger zat ik daar, nu, ik heb nooit op één gestaan, maar zat ik er altijd wel in de top 100, zo. Maar tegenwoordig, nu moet je natuurlijk eind december naakt tegen een frietkot omverrijden en dan kom je daarin. Als je in januari van het jaar 500 mensen hun leven gered hebt, dan zijn ze je vergeten. Maar ik echt geen belang meer aan charts, omdat er 100 miljoen trucs bestaan om dat te manipuleren. Dat ook. Ook zo Spotify. Ik ken mensen, hè, die hebben een liedje gelanceerd, maar je kan op een of ander trucje iets ineenstellen dat dag en nacht iets draait, dat telkens dat nummertje gedraaid wordt en dan tellen ze maar op. En de radio's en zo, ja, die pakken gewoon die hitparade over. Ja, maar de trucs zijn anders, maar het mechanisme hetzelfde. Want toen je nog fysiek een singeltje uit moest brengen, ja. Kon je ook als platenmaatschappij al een heleboel van die singles zelf weer opkomen. Natuurlijk, ja. En dan stond je ook op één. Ja, dat deden ze. Er waren zo groot warenhuizen, die kochten daar zo 400 of 500. Dan kocht je die meteen terug en zij pakten daar een klein percentje op. Want al wat je zelf verkocht, dat telde niet. Hè. Dat telde niet bij de verkoop. Dus er zijn altijd trucs. Ja, er is... Wacht, weten die Hollandse rockgroep daar met die, waren dat zo geen mannen die brommers reden? Normaal, ja. Die zijn toch ook eens in de problemen geweest omdat die trucken gedaan hadden om zelf eigen plaatjes te kopen. Toen zijn ze dat ook beginnen afschaffen. Maar dat is altijd al geweest. Maar ja, zo, wat ik zo zou willen zeggen daarover, vroeger, alle kritiek dat ik kreeg, dat kon mij weinig schelen, omdat er zo massaal veel mensen naar mij kwamen kijken. Ik verkocht 150.000 platen in de beginjaren, nu is dat 10 keer minder. Dus wat kan het je schelen? Hè? Maar nu, als ik nu kritiek krijg, ik ben nu 73, ik ben stilaan aan het uitbollen, wat kan het mij schelen? Ik zit altijd in een situatie zo, als ik uitbollen, gewoon optreden, als ik mij kan bezighouden met de core business, dan lukt dat wel. Hè. Maar ik maak een show, ik doe twee of drie try-outs, en dan zit dat in mijn hoofd, en ik zorg altijd, ik vertel een zinnetje, en tegen dat ik bijna aan het laatste woord van dat zinnetje ben, is het eerste woordje van de volgende zin al aan het knipperen. Dus dat hangt allemaal. En je moet ook grappen en toestanden
zo verzamelen dat die in hetzelfde thema een beetje zitten. Hè? Dan blijft dat komen. Maar nu, ja, de laatste half jaar, word ik zo gehinderd door van alles. Dus zal ik het even over die wereldreis hebben? Ja, ja. Ah, wel, ja. Dus ik had een nieuwe show gemaakt, Bis, Bis, Bis. Ik schrijf dat zelf allemaal aan mijn computer en dan nieuwe liedjes en zo. Dus ja, ik maak altijd het liefst van al eerst een nieuwe plaat. En als die plaat, een studioplaat, als die dan uitkomt, dan maak ik daar een show rond waar ik die liedjes dan live speel. Zoals ik ze in de oervorm gemaakt heb. Hè. Eigenlijk precies zoals muzikanten werken. Eerst een nieuw album, dan een tournee. Ja, maar ik zing live al mijn liedjes zoals ik ze geschreven heb. Tekst, muziek, zangmelodie, akkoorden. Dan ga ik in de studio met muzikanten, die 1000 keer beter muzikant zijn dan ik. Maar ja, veel daarvan kunnen niet spelen wat ik speel. Hè. Ik ben een tokkelaar. Hè. Als ik zo'n melodietje maak, staat hij daar met een plektrummetje. Godverdomme, hoe speelt hij dat? Maar ik zat nu met een nieuwe show in mijn hoofd. Bis, bis, bis. Omdat mijn vorige show, ik was in Nederland nog niet helemaal rond. Ik had nog 18 optredens te doen en dan 2 jaar wachten. Ik zeg, ja, ik ga geen voor die 18 optredens nog eens. Ik ga tijdens de grote coronavakantie. In de grote coronavakantie heb ik mijn boek geschreven. En ondertussen ook een nieuwe show in elkaar gestoken. En Hoi, Wouter hier. Je helpt mij enorm door even op like te klikken als je dit een leuke video vindt. Ook als je het geen leuke video vindt trouwens. Abonneren op dit kanaal is natuurlijk ook prima. En ik ben erg benieuwd wat jouw favoriete liedje of filmpje of sketch van Urbanus is. Laat het even weten in de comments hieronder. En wil je me steunen bij het maken van deze afleveringen? Doe dan een donatie. Dat kan via iDeal of bankcontact. En daarvoor ga je naar elektrapodcast.nl. Oké, snel weer terug naar Urbanus. Je zegt het heel snel op mijn boek, maar het is ja. 250 pagina's volgens mij, heeft meer nog misschien. Ja. Biografie. Ik zeg altijd, als je begint te vervelen, kan je er nog altijd iemand de kop mee inslaan. Ja, want het is van mijn geboorte tot nu. En, ja, ik heb het heel veel plezier gelezen, maar meer, je zegt even een boek geschreven. Het is veel. Misschien moeten we het er straks even over hebben. Maar zo... Ineens kwam zo het voorstel, Jacques Vermeijer is ook een bekende komiek hier, dat is meer een acteur, televisieman, ja. Maar op het podium, ja, die kan alles wel spelen, maar heeft natuurlijk iemand nodig die de grapjes aangeeft. Dan moet je, als er iemand begint over een garage, ja, dan weet je dat je iets moet doen over je auto in de garage. Toen bij direct denken aan een leuk grapje van André van Duin. Hij was in de mist al heel de tijd iemand aan het volgen. En plots stopt hij. Reed hij daar van, maar toe idioot, waarom stop je? Ik zit hier thuis in mijn garage, idioot. Maar ik ben mijn aangever en mijn afwerker. Hè. Ik moet alles zelf doen. En ik kreeg zo het voorstel om een wereldreis te maken voor televisie. Samen met Jacques Vermeijer. Er is hier een bekende televisieman, Erik Goens, die zo het huis en zo... dat was met die man. Ik zeg, maar het is in de zomer, als alle theaters toch dicht zijn en zo. Oké, dan wil ik dat wel doen. Dan ben ik weer met iets bezig. Maar toen had Jacques tijdens een TikTok-filmpje met zijn dochter zijn schouder gebroken. Klopt, ja. En werd heel... Dat project 3 maanden uitgesteld. Maar zat dat dan natuurlijk, die wereldreis, dat was dus New York, Jakarta, Nepal, nu binnenkort moeten we naar Zuid-Afrika, ook Berlijn, dat viel nog mee, en Ibiza en zo, dat was nog dichtbij. De insteek van het programma is dat jullie op verschillende plekken op de wereld gaan kijken of humor daar... ook werkt of hetzelfde werkt. Zo'n beetje, toch? Ja, dat was zogezegd de bedoeling, maar wij hebben hier... Meestal komen dan terecht in zo'n erge situaties. Ja, want die tv-man, als Sjaak en ik staan grappig te doen, flauwekul, dan komt hij ertussen met zijn microfoon. En wat vinden jullie het meest traumatische moment van jullie leven? Maar dat evenwicht moet er wel zijn, anders is het flauw. Maar zie, door...
dan is die wereldreis geschoven in het najaar dat ik al toch heel wat optredens weer had en dat ik ook met een nieuwe show met mijn nieuwe show al ja, bezig was die ik moest proberen in routine te krijgen, maar dan ook mijn nieuwe plaat. Nu is dat door allemaal door die stomme corona heb ik veel van mijn nieuwe liedjes al live staan zingen terwijl ik de studioplaat nog moest maken. Ah, zo. Dus, maar ja, er zitten nu ook heel wat van mijn bekendste nummers in. Het is wel leuk dat de mensen meeklappen. Ik zeg altijd, ik vind het fantastisch dat jullie meeklappen, maar dan moet ik wel mijn maat houden. Hè? Moet ik wel in de maat spelen. Dus dat, ja, nu in januari is de laatste tour, de laatste rit naar Zuid-Afrika. En dan heb ik nog twee optredens in Gent. In plaats van een best-of van de 7 afleveringen gaan wij een soort show maken rond die wereldreis. En dan kunnen daar mensen komen naar kijken. Dus dat brengt geld op in plaats dat het geld kost. Fijn. Dus we gaan zien. Maar, allee ja, ik zit constant zo. Wij zijn elkaar aan het uitlachen. Jacques en ik hebben dus in New York in Comedy Cellar opgetreden. Dat is zo'n zeer bekend Comedy Cellar. Een van de grootste clubs in New York. En daarmee wilde de comedy scene überhaupt in Amerika. Wel ja, we zijn daar. Maar ja, je mag maar 8 minuten spelen. Je bent gast. Hè. Ja. En voor het plaatje, misschien als mensen de serie Louis hebben gezien van Louis C.K. Die zie je ook vaak optreden in een kelder met achter hem een beetje soort glas in lood dingen. Dat is de Comedy Cellar. Ah, het is een hele grote naam en een piepkleine club. Ja, het is ook in een keldertje. Oh, ik ben zo ontzettend jaloers op mensen die jou en Jacques in de Comedy Cellar in New York hebben gezien. Jawel. En ik vroeg, Jacques ziet mij als, ik was eerder bezig dan hij. En ik vroeg aan Jacques, zeg, mag ik voor jou spelen? Allee, Urbain, jij gaat toch niet in mijn voorprogramma spelen, jong. Maar jawel, dan ben ik zeker dat er nog volk zit. Zo zijn we elkaar altijd een beetje. maar ik heb dan in het Engels opgetreden. Hè. Dan vertel ik al mijn grapjes in het Engels. Ik heb zo'n liedje, De Wereld is om zeep, maar dat is iets dat alleen in Vlaanderen en Nederland bekend is. Nu heb ik dat nummer verteld, The World is After Soap, maar geen enkele Engelsman die dat begrijpt. Maar zelfs hier. Maar ja, ik heb een klein beetje uitleg gegeven waar die uitspraak vandaan kwam. Maar ik zal het even uitleggen. Zelfs Nederlanders, ik heb het opgezocht ergens. Hè. Ik weet niet dat dat 100% de waarheid is, maar blijkbaar is dat die spreuk ontstaan tijdens de kruistochten zoveel jaar geleden. Hè, dat de islam Europa wou aanvallen, de kruistochten. En ze zaten in Nederland en Vlaanderen. En het Nederlands christelijk geloof vooral. Overal wilde verspreiden. Ja. Maar ze zaten hier zonder zeep of wasproducten. Dan moesten er regelmatig boten de Middellandse Zee oversteken. En heel veel van die boten, die waren omgekomen of die waren overvallen. En dus toen is de spreuk ontstaan, als er ergens iemand ergens naar heen ging, is die nog altijd niet terug. Oh, die is waarschijnlijk zeep gaan halen, omdat er zoveel mensen nooit meer terugkwamen. Ah. En blijkbaar zou die spreuk daar vandaan komen. Maar dat is iets dat bij ons ontstaan is. Maar dat zijn dingen die mij altijd interesseren. Iedereen kent nog spreuken, gaan generaties verder, maar niemand. Het kan niet door de beugel, weet je waar dat vandaan komt? Dat waren vroeger, het kan 100 jaar geleden zijn, had je zo rijke boeren en baronnen en zo, en heel veel plebs, gewoon mensen. En die boeren hadden velden en bossen en zo, en die wilden niet dat er gewoon mensen daar kwamen stropen en zo. Hè. Dus dat had iets te maken met honden. Een beugel, iedereen mocht wel een hondje hebben. En dan ging er iemand van de gemeente of politie met een beugel. En als dat hondje daardoor kan, was het oké. Dan kon die wel eens een konijntje of een fazant vangen. Maar een grote hond, als die er niet door kon, kregen ze een boete. Want met een grote hond kon je herten en everzwijnen vangen. Ah. En dat was dan de regel, dat de gewone mensen maar een klein hondje mochten hebben. En ik heb dat opgezocht. Ik weet niet dat dat 100% wetenschappelijk bewezen is. Maar ik zoek graag dat soort dingen op. Maar er zit toch een logica in. Hè? Ik heb een keer met een vriend van me, maakte een radio-item.
En dat ging over de VVD, rechtse partij in Nederland. Maar die hadden heel veel integriteitskwesties met vriendjespolitiek en half corruptieachtige dingen. Maar die hadden op een gegeven moment een ethische commissie. Mm-hmm. En die besliste dan of bepaalde zaken door de beugel kon. Ah, ja. En zo nee, dan maakten ze de beugel groter. Ja, dat is ook mooi. Ja, want nu zitten we echt wel in een woke periode. Ik zeg, waar woke gelijk heeft, moeten we ze knuffelen. Waar ze zelf de slinger doen doorslaan, moeten we die twee F'en van knuffelen vervangen door twee P's. Ja, het is, die mensen hebben wel veel punten. Ik zeg dat in mijn show. Ik heb een vriendin en een vriend die effectief een handicap hebben. En ja, die waren altijd al fan van mij, maar vroeger had ik sowieso een grapje. Ik zal ze vertellen, maar ik zal het daarna weer recht trekken en me excuseren. Hè. Mijn auto stond in pannen en reed niet. En ik had een nonnetje van daarnaast gevraagd of dat zij mij naar het optreden wou brengen. En nonnetjes hadden vroeger in de jaren 60, 70, de reputatie dat die super traag reden op de snelwegen. En zo dat nonnetje bracht me naar een optreden. En ik natuurlijk, Urbanus van Anus. Zeg, zuster Menstrua, rijd verdorie eens ietsje sneller. Straks zijn de gehandicapten weg met de beste parkeerplaatsen. Maar dat was toen net het begin dat de mensen met een handicap een speciale plaats kregen. Dus maakte ik daar een grapje van. Maar nu excuseer ik mij daarvoor. Ik vind, daar hebben ze wel een punt. Er zijn veel mensen met een handicap die in hun hoofd 100 keer slimmer zijn dan een polstokspringer of een ding. Ja, ja, absoluut. Dus het klopt niet dat je die mensen een hele stempel geeft dat die helemaal niet werkt. En daarmee geef ik dan in de zaal een voorbeeld. Zitten er hier kindertjes in de zaal? Als je nu een wit paardje hebt en met een stift trek je daar een zwart streepje op, dan is dat toch geen zebra? Dat is toch altijd een paard met enkel een streepje op? Zo is dat ook met de meeste mensen met een beperking of een handicap. Ik heb een hele goede vriend, dat is William Boeva. Misschien ja, ken je ja, hem. Ja, ik ken hem. Dat is die kleine jongen, hè. Maar ik vind die super groot in zijn hoofd. Pseudo-achondroplast. Ja, maar. Nee, maar ik kijk daar echt naar op. Dat is zijn allereerste optredens, kwam het podium op. En kennen jullie Kabouter Plop? Zijn openingsjoke was fantastisch. Ja, de eerste die durft plop roepen, die krijgt een klop tegen zijn knie. Ja, de eerste die plop zegt, sla ik op zijn bakkes. Of toch in ieder geval op zijn knie. Ja. Nee, maar in het begin maakte hij bijna niks anders dan grappen daarover. En dan hebben veel collega's en ik ook gezegd, het is goed om zo te beginnen, maar daarna moet je ons verrassen met dingen die daar niks mee te maken hebben. Hè. Ik heb dat ook al eens aan een Marokkaanse humorist gezegd, dat heel zijn show ging altijd maar daarover, problemen met de politie. Zeg maar, hè, dat is goed als opening, maar verras ons met dingen. Je bent meer dan dat. Nee, maar zo, William, ja. Ik had over hem ook een grapje. Ik kwam eens thuis en mijn vrouw lag in bed met William. En ik zeg, allee, tegen mijn vrouw, ik had toch gezegd dat je me nooit meer zou bedriegen. Maar geef toe, ik ben toch aan het verminderen. Dat is vreselijk, ik weet het. Maar nu stond er een fantastische grap in de krant, Zaza. Dat is zo'n cartoonist. Ja. In de morgen, alleen maar die maakt fantastische cartoons. Je ziet William Boeven. Hij had hier echt ervoor opgekomen dat mensen met een handicap, ja, de televisie en zo, maken daar wel programmaatjes over in hun gesukkel en gedoe. Maar die mensen krijgen eigenlijk nooit een interessante job. En daar had hij voor gepleit, hè. Wanneer gaan mensen met een beperking of zo, die voor dit of dat toch nog helemaal goed zijn, nooit een echte job. En dat was een fantastisch statement. En in die cartoon, Philip Goebbels, hè, die kennen wel, die komt dan bij William. Amai William, wat een fantastisch statement heb jij daar gedaan, zeg over. Ik vind dat jij in de politiek moet gaan. En dan zegt William Boeven, maar in de politiek zitten toch al meer dan genoeg mensen met een beperking. Dat vind ik zalig. Top. Terug naar New York, want daar kwamen we vanaf. Van New York, van de comedy zelf. Ah, ja, waar jullie in het Engels hebben gespeeld. Ja. Hoe
Hoe ging dat met uitdrukkingen die in het Engels helemaal niet gekend zijn? Ja, maar nee, dat was gewoon de aanleiding van mijn liedje. Ik heb De Wereld is om zeep gezongen in het Engels. En ja, daar komt dan in, I dreamed last night that I was pregnant for 9 months. En zo, dat soort dingen werkte wel. Maar de sketch, ja, dat begrepen ze wel. Oké. Okay. Heb jij vroeger nooit geprobeerd om internationaal te gaan? Nee, want ik heb alleen zelfs in Wallonië had ik een hit met mijn Franstalig liedje, Quand les oiseaux, en de twee films, Sector en Coco Flanel, waren daar ook groot. Mm-hmm. Maar door het feit dat ik in Vlaanderen en Nederland al zoveel werk had, dat ik het fysiek bijna niet aankon, zoveel, dus had ik ook geen zin om alles te vertalen, om ook Wallonië erbij te nemen. Ze hebben zelfs geprobeerd om mij ergens in Frankrijk te krijgen met die hit, maar ik ben daar ook afgetrapt. Het was niet dat ik iets tegen die mensen heb, maar dat was een heel bekende Franse presentator, maar ook een komiek. En ja, ik ging Quand les oiseaux zingen, maar ik had mijn kostuumje gemaakt zo, met vol met draadjes, als ik zo dans le bois. Ik lachte altijd graag met charmezangers en zo, hè. Michel Sardou en die mannen. En dat was vol draadjes. Als ik met mijn armen zo deed, dans le bois, dan ging mijn broek zo omhoog, hè. En ja, dat vonden ze niet leuk. Nu, we hebben een kostuum voor u van een houttakker en we hebben een bosje. Als de godverdomme, wat een flauwekul. Ik maak hier een parodie op een Frans nummer en dan sta ik daar te zingen. Ja, il commence à pleutre. Dat is verkeerd, hè. Il commence à pleuvoir, moet het zijn. Dus ik zag op het papiertje van de presentator, ja, we hebben hier een domme Belg en die gaat hier een beetje... Ik heb mijn valies gepakt, ben weg. Ik zeg, ik kom hier een parodie maken over Franse zangers en jullie maken van mij een halve garen. Maar dan heeft die presentator, ik zeg, waarom doe je dat? Iedereen zou fortuin geven om in die show hier te zitten. Ik zeg, ja, maar jullie snappen niks van wat ik bedoel. Ik leg hem dat uit. En dan heeft hij gezegd, ik ga dat voorstel niet doen. Hij heeft me dan met veel respect gepresenteerd. Oh, heeft goed. Hij wel gedaan. Maar ja, ik stond er nog altijd natuurlijk in dat bosje en kon het niet doen met dat kostuum, want daar was dan geen tijd voor. En dan daarna zat ik in een ander programma weer, maar dat was zo'n wit kostuum. Nee, dat is te wit, dat gaat reflecteren. Dus dat meevoert. Maar ja, ik had al zo vreselijk veel werk. Moest ik hier thuis met mijn vingers zitten draaien, dan had ik natuurlijk wel in Wallonië en zo gaan spelen. Maar zo, dat vond ik altijd wel tof, dat ik daar een plaatje had dat in de jukeboxen zat en zo. Ja, wat over kostuums gesproken. Je hebt natuurlijk vaker al wel rare dingen in je shows gehad en enorme potten op je hoofd. Is dat altijd goed gegaan? Want hoe meer dingen je natuurlijk hebt, ja, op een podium, dat is hoe wat meer dingen er mis kunnen gaan. Ja. Maar als ik iets vergeet, bijvoorbeeld terwijl ik een nummer aan het zingen ben en ik vergeet een stuk tekst, dan vergeet ik opzettelijk de twee volgende teksten ook. En dan denkt iedereen dat ik het opzettelijk gedaan heb. En, ja, maar al die rare kostuums, ik heb altijd al gelachen. Ik vertel het al uit het begin, voor mij, al die artiesten die echt, je moest een echt kostuum hebben en al die make-up en zo. Dat zijn allemaal dingen waar ik geen interesse in heb. Dus ik heb eigenlijk de reden waarom ik er altijd met de meest belachelijke kostuumjes stond, dat was om tegenovergestelde te doen. Maar ja, je bent artiest, je moet er toch goed uitzien en zo. Ik noem zo een paar Belgische charmezangers. Ze zeggen, ja, die zijn kwaad op mij, want door mijn kop, door mijn gezicht is dat verraden hoe zij er zouden uitzien zonder hun facelift en hun haartransplantatie. Maar ik vertel die grappen wel persoonlijk ook, hè. Die zijn ook wel fan. En, ja, van mij aanvaarden ze dat. En, ik hang zo graag het klootzakje uit op het podium. Maar zo... Ja, wat was de vraag weer? Nou ja, of daar nooit dingen... Want als je zegt, ik heb een pak waarbij als ik mijn armen spreid, dat mijn broekspijp omhoog gaat. Ja. Ik ben altijd aan het lachen met het gedoe van mensen die zich helemaal optutten en zo. Want het is voor televisie. En ik zal eens een voorbeeldje geven. Ik zat eens in een praatprogramma
dat moet ook de jaren 90 geweest zijn, of 2000 of zo. Ik zat in een praatprogramma, bla 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 bla. Ah, we hebben hier een filmpje van u van 25 jaar geleden. We keken, ik zat in dat programma met hetzelfde hemd. Dat is dat kan dat filmpje. Dat filmpje. Ik hou me daar echt niet mee bezig. Echt waar. Ja, ja. Oh. Ik draag kleren om niet bloot rond te lopen. Hè. Dat lijkt me een heel goed punt om kleren te dragen. Ja, maar je hebt mensen die meer daarmee bezig zijn dan... Ik ben vooral bezig met inhoud. Zo, waar ik zo bij Jacques altijd lag. Als we in Berlijn waren, moesten we daar even graffiti op een Berlijnse muur sproeien. Dat wordt daar veel gedaan. Hè. Wat ze eerst doen is zwart spuiten. En dan moet je daar met kleurtjes over, maar dat is heel moeilijk. Hè? Dat spuit zo geen mooi lijntje. Dat vliegt aan alle kanten, die lijn. Ja, er was een jongen bij die dat al jaren deed. En die zei, het duurt anderhalf jaar om dat goed in de hand te krijgen. Dus wij moesten dat daar meteen doen met een camera in onze nek. Maar dus ik tekende een urbanusje uit de strip. Mm-hmm. Dat was zoiets toch van een meter groot zo. En die jongen, alle lijnen waar het uitschoof, spoot hij dan met zwart dat weg, dat lijntje scherper werd. En het figuurtje was gemaakt, dan onderaan teken ik een cirkeltje en dan zet ik daar u, hè, met een naam. Allee Jacques, ga jij ook iets doen? Zijn rol in FC De Kampioenen is, ja, DDT. Die schilder een hele zullige anderhalve meter, DDT. Zijn naam zo groot, maar teken ik niks. Dat is weer typisch, hè. Heel veel poeha, maar inhoud nul. Maar ja, ik heb dat bij naam ook ietsje groter erbij geschreven, als leek het alsof hij die tekening gemaakt had. Maar ja, hij weet dat, hij bewondert me daarvoor dat ik kan tekenen. Ja, hij had dat normaal ook niet gedaan, maar ja, als ze hem vragen, Jacques, teken ook eens iets. Ja, DDT. En is er nu weer, in Nederland ga je weer toeren, in Vlaanderen ben je aan het toeren. Is er één plek waar je op terugkijkt, waar je vroeger bent geweest, waarvan je denkt, oh, gelukkig dat ik nooit meer naar die plek of naar zo'n plek hoef, nee, als waar ik... Nee, sorry, daar kan ik me niks herinneren. Of een type show, het hoeft niet eens per se een plek te zijn. Ja, maar ik denk zo, een aantal jaren geleden, zo Amsterdam, dat daar gewoon... een totaal andere generatie is die mij niet meer kent of zo. Ik weet het niet. Ik kreeg het daar toch moeilijker om ze even hard mee te krijgen als in andere zalen. Dus ik zou liefst zo eerst weer beneden aan Nederland beginnen en zo weer naar boven kruipen. Want ik weet, Philip Goebbels is daar ook bekend, hè, maar die wou nu hoger dan Amsterdam. Hè. Die zegt dat die van dingen maar naar beneden komen. Hè. Ja, was, ik heb altijd een leuke anekdote, je zult het ook in het boekje wel gelezen hebben. We zaten ergens in het noorden en dan bleven we wel overnachten als we twee optredens hadden, maar meestal, gelijk nu Den Bosch of Os, ik reed zelfs vier keer weer naar huis. Ja, ik had altijd al gewerkt van 3 uur 's nachts tot 4 uur in de namiddag, dus ik vond rijden mijn dagtaak begon, 2 uur spelen, terug. Dat was een werkdag, gelijk een andere. Als ik in een hotel bleef zitten, dan bleef dat optreden in mijn hoofd doordraaien. En als ik kon naar huis rijden, kon ik dat afronden, mijn beestjes verzorgen, was ik thuis. Ik had dat wel nodig. Maar ze, één keer zaten we ergens in het noorden. En er was ergens een congres waardoor dat al die hotels bomvol zaten. Dus wij vonden geen hotel. En ik en mijn technieker maar zoeken en vragen. Ja, maar daar is er nog iets klein en daar kan je wel gaan slapen. En namen, dat vergeet ik allemaal. En wij dan naartoe. Ja, we staan er aan die desken, maar er is niemand. Wij maar tikken en wachten. Maar ja, de technieker moest dan snel terug om alles klaar te zetten. Ik zeg, ja, maar ik regel dat hier wel. Ik bleef maar wachten. Ik zag daar niemand. Dan ging ik zo boven, een gang met allemaal kamertjes. Ik kan die deuren dan. Ik zeg, en ineens een kamer open. Ik daar binnen met die valiezen. Ik zeg, ja, ik zal mij straks wel alles regelen. Ik was daar beginnen dutten. Oh ja, je bent al 4, 5 uur aan het rijden. En plots hoor ik in die gang...
een hoop kinderen roepen en die waren aan het spelen en aan het gibberen. Ik zei, wat is dat hier? Ik ga kijken in die gang, dat een aantal vrouwen. Ik zat in een huis voor mishandelde vrouwen. Dat was een vluchthuis voor mishandelde vrouwen. En die waren net allemaal gaan eten, echt. Allee, ja, zij herkenden mij. Ik heb dan terug naar de zaal moeten rijden, we hadden geen hotel. Echt. Ja, echt waar. Top, dankjewel. Allee. Dat was hem, de Elektra podcast met Urbanus. Vergeet niet te liken, abonneer op dit kanaal en laat in de comments weten wat jouw favoriete liedje, film, sketch of wat dan ook van Urbanus is. Meer informatie en links vind je in de omschrijving van de video. En wil je meer weten over mij, Wouter Monde, en waar en wanneer je mij ergens een keertje kan zien optreden? Ga dan naar woutermonde.nl en of meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!